Een hele goede morgen, Elise, dat jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog. Het is vandaag donderdag en het is, welke datum? Het is 15 september. Ik heb dit hele leuke blouseje aangetrokken van de 56. Heb je eens gehad in Leeuwarden? Het is een beetje overlicht op mijn kamer. Heel leuk blouseje. En de testpantalon. De sokken aan, de schoenen aan en dan ga ik richting kantoor. Het is nu inmiddels 9:30. Ik ga snel. Want ik wil nog even items gaan shooten op kantoor. En dan vanmiddag items gaan shooten met mijn moeder in de stad. Mijn parkeergarage, denk ik. Dus dat wil ik zeg maar. Ik wil zeg maar alle items hier op kantoor hebben geshoot voordat wij naar parkeergarage gaan. En zij is om 12 uur klaar met werk. Dus ik heb haast. Ik ga snel wat eten. Even schoenen pakken die ik allemaal mee wil. Of, nou ja, ik denk dat ik alles weer mee wil. En mijn cowboyboots voor foto's vind ik altijd wel leuk. En ja. Nou, we gaan lekker die kant op. Neem jullie gezellig mee. Ik ben op kantoor. Ik heb vandaag onze Sophia blazer aan. En de testpantalon, leuk als pakkie. Ik ga me even omkleden. Ik ga beginnen met shooten. Een beetje snel. Het is inmiddels bijna 10:30. Dus let's go. Als eerst hebben we satijnen blouse. Hele mooie zeeblauwe kleur. We hebben meer kleuren. Dus die ga ik nu ook eventjes aantrekken. Je kan ze dus lekker zo dragen. Maar je kan hem ook lekker je BH drukken. Of je broek drukken. Super leuk zijn ze. En deze in een roze kleur. Dit is wel echt mijn favoriet. Kijk even hoe leuk. Deze kleur is ook echt fantastisch. Ik ben fan. En deze prachtige blauwe kleur is ook nieuw. Echt hele leuke blousjes. Love it. En we hebben nieuwe Emmy tops. Dat zijn van die watervaltopjes in het paars. En nog meer kleuren. Die laten we dus ook weer zien. Maar deze ga ik eerst eventjes shooten. En deze leuke top ook in het roze. My fave. Helemaal leuk. En deze super leuke kleur is ook nieuw. En deze topper ook in het zeeblauw. En we hebben nieuwe soapsetjes. Deze een beetje grijze, grijsbruine kleur. Dit noem je touw, volgens mij. Volgens mij noem je dit touw. Maar hoe leuk is dit? Ik heb de cowboyboots erbij. Maar dit stofje is zo fijn. Niet normaal. En kijk ook hoe leuk dit is. Ja. Lekker oversized. Ik kan het ook een beetje zo strikken. Dit is het boekje. Ietsje langer dan een normaal boekje. Of nou ja, niet heel lang, maar meer high-waisted, waardoor het wat langer lijkt. Dus dat oogt ook altijd weer wat netter. Maar ik ga deze even lekker shooten. En ook in deze mooie besje, ecru set. Helemaal leuk. En dit mega mooie linpak set. Ik heb even een leather look jasje eromheen. Vond ik wel leuk. Ik denk dat ik deze straks ook ga shooten. Dus dan ga ik deze straks shooten. En dit outfitje met het leather look shortje en de pantoprint bottop. En dit setje samen met het giletje en dan deze. Gewoon even drie outfits. En had ik ook nog een blauwe pantalon mee. Wilde ik ook even wat nieuwe foto's mee. En dan ook met dat blouseje. Dus dan heb ik eventjes genoeg outfits om te shooten. Mijn moeder kan elk moment komen. Gaan we even wat eten. En daarna gaan we foto's maken. Ik zorg vast even de computer op. Misschien dat ik alvast even wat bestellingen kan inpakken. Zodat ik na het shooten eventueel dat ik naar huis kan. Maar deze outfit vind ik echt leuk. Ik twijfel zeg maar of ik het dan zelf weer echt aandurf. Want het is natuurlijk wel weer wat heftiger. Maar ik vind het wel heel nice. Ik ga het wel gewoon dragen. Ik vind het zelf wel leuk. Dus eigenlijk moet je wat iemand anders weer proberen. Maar ik vind het altijd wel lastig of zo. Maar de laatste probeer ik me daar wel minder druk om te maken wat anderen ervan vinden. Want ja, ik vind het leuk. En daar draait het natuurlijk uiteindelijk om. En oh, het is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Iemand anders het ook leuk vindt natuurlijk, hè? Ik ga even kijken of ik alle bestellingen nog eventjes kan gaan inpakken. Ik denk dat mijn moeder echt binnen 10 minuten er is, dus dat weet ik niet. Maar misschien dat mijn moeder kan er wachten. Let's go! Ik ben hier gezellig met mijn moeder in een parkeergarage aan het shooten. Ik heb nu dit superleuke winsetje aangedaan. Samen met ons leather look jasje van de webshop. De eerste foto zeg maar. Het is wel leuk geworden. Ik weet niet zo goed waar zeg maar moet shooten als je zeg maar een beetje binnen wil shooten. Als jullie leuke binnenlocaties weten in Friesland, laat het ons zeker weten. We gaan ook wel eens in Bolsward bij zo'n kerk. Ook leuk. Maar dat doen we nu best wel vaak. Dus die plekken hebben we nu ook wel een beetje gezien. Een beetje op zoek naar nieuwe plekken. Deze parkeergarage. Ja. Niet heel denderend. Dus ik ben even op zoek naar leuke plekjes. Dus alles welkom. De volgende outfit is ons panters. Ja, onze panter bottom. En onze KLN look short. En daaronder hebben wij de cowboy boots in het wit aan. Dus we gaan op zoek naar een nieuw plekje. Je hebt hier niet heel veel plekjes. Je hebt hier dan achter heb je
Ja, gewoon een beetje een trappetje. Van de trappenhal, dat is wel leuk. Voor de rest heb je gewoon een parkeergarage. Hier is het wel rustig, dat is wel chill. Ik ga kijken of het hier mooi is. Kijk, het is gewoon een lege parkeergarage. Het kan soms leuk zijn, maar buiten regent het. Best wel hard ook, het is echt koud hier. Hier is op zich wel een mooi daglicht, dus ik kan een beetje hier staan. Kan best leuk zijn, denk ik. Hier, denk ik. Dat zie je in de camera daar. Oh. Zie je? Ja. Hier kan het wel staan? Hier? Ja. Mag je het even onder? Oké, ik ga niet veel wat van het shooten zijn, maar vertrouwt het allemaal. Ik wilde hem zo neerleggen, dat is meer omhoog en dan zie je wat shooten. Ja. Ik kan hem ook een beetje hier zetten. Doe eens hier, je telefoon onder die camera. Even kijken, hoe meer jij hier staat, hoe meer ik achter is. Ik zal straks nog even langskomen, maar ik weet niet wat ik nog moet doen. Ik denk dat ik even mijn andere outfit aan ga doen. Hier een beetje opruimen. En mijn moeder had vandaag toch een doos geopend met nieuwe voorraden. Die moet ik zo ook nog even aanvullen. En verder weet ik het niet. Ik wil morgen eigenlijk even naar Amsterdam. Even alleen om inkopen te doen voor mijn webshop. En in ieder geval inspiratie op te doen. De sieraden zijn ook bijna op namelijk. En ik vind het wel leuk om in Amsterdam nieuwe sieraden in te kopen. Misschien wat nieuwe tasjes en accessoires. En misschien wat kleding. Je weet het nooit wat je allemaal voor leuks tegen kan komen. Ik heb natuurlijk alles nu vanaf nu geshoot voor de nieuwe collectie. Wat ik nu toe heb. Maar er kunnen altijd weer wat nieuwe dingetjes bij. Ik ga vandaag proberen alles. Alle foto's die ik heb gemaakt te bewerken. En alvast productinformatie zo te verzinnen. Dan ga ik het denk ik morgenavond proberen allemaal online te zetten. Want als ik morgen World Fashion ga, gaat er iemand anders voor me inpakken. En dan is het natuurlijk niet, ja, natuurlijk is het ook wel goed dat het dan druk is. Maar ik vind het fijn om dan zelf met de drukte van de nieuwe items er te zijn. Wat nieuwe items zijn. En het is wel lastig om dan allemaal uit te leggen wat wat is. Dus dan ga ik het zeg maar morgenavond pas allemaal aanvullen. Als ik dan klaar ben, het kan ook zijn dat ik het weekend pas doe. Ik ga even omkleden, dingen aanvullen. En dan vanavond wil ik ook nog even een pakketje openmaken met jullie. Want er zijn nog wel bestellingen binnengekomen. Dus dat is ook wel leuk om samen even te unboxen. Ik ben weer thuis. Ik ga een pakketje openmaken. Een pakketje van Vinted, van Kids Brand Store. En van Bijou Brigitte. Brigitte of zo. Dus gaan we gezellig openmaken. Let's go. Zitten we dan. En we gaan lekker samen pakketjes openmaken. Zin in. Even kijken. Ik heb hier dus Bijou Brigitte. Ik heb een samenwerking met hun. Vorige maand ook al. En deze maand ook weer super leuk. Hun verkopen allemaal sieraden, accessoires. Ja, van alles eigenlijk. Heel veel tasjes ook. Dit keer heb ik ook een tasje uitgekozen. Volgens mij. Ik weet niet meer zo goed wat ik heb uitgekozen. Maar het is hier. Ik heb ook een kortingscode voor jullie. Maar volgens mij is die nog niet geldig. Maar ik weet niet vanaf wanneer gewoon hier wel. Ik moet heel even naar opzoeken. Volgens mij vanaf 23 september is die weer geldig. Dus ik weet niet of jullie dit kijken. Dan is de code weer geldig. Is gewoon Melanie 20 en dan ontvang je dus 20% korting. En dan is hij ook 5 dagen geldig of zo. Ik ga deze gezellig openmaken. De vorige keer had ik ringetjes gekozen bij hun. Een bucket hat. Wat nog meer? Ringetjes, een bucket hat. Oh ja, zo'n strandtasje. Zo'n klein rieten strandtasje. Die heb ik ook heel veel gedragen op Rodel. Tada! Ik laat alles vallen. Helaas. Oké, ik ben excited. Wat er allemaal in zit. Het enige wat ik op dit moment zie is bubbeltjes plastic. Nou, dat is wel een cadeautje op zich. En er zit ook wat bij. Een los zakje. Oké. Allemaal leuke dingetjes, denk ik. We gaan gewoon alles eventjes eruit pakken. Oh, leuk. Echt leuke dingetjes dit keer. Wow. Kijk, als eerst hebben we deze oorbellen. Even zo goed zien. Met van die gouden oorbellen. Wat groter, wat heftiger en wat spectaculairder dan wat ik normaal gesproken in zou doen.
Maar dat vond ik juist wel leuk. Want ik kreeg me voor het uitgaan of voor een feestje dan echt zulke oorbellen in kon doen. Dus dat is echt super mooi. Ik kan het even openmaken. Ik moet nog wel stories maken voor Instagram. Maar dat moet ook uit de plastic, neem ik aan. Dit zijn ze. Ja, ik vind ze echt heel vet. Ze waren €12,95. Erg leuk. Mijn broek zit er strak. Ik doe hem even los. Even de knoop open. Niemand dit ziet en jullie ook niet. Dus dat kan mooi. Kijk hoor, dan heb ik hier een heel mooi ringetje. Dit is zeg maar zo'n... Ja, ik weet niet. Ik ga het ook eventjes openmaken natuurlijk. Echt een hele mooie ringen zit. En ik heb hem wel in maat 19 gehaald. Omdat ik dacht, leuk voor mijn middelvinger. Ook past. En zo leuk zoals ik denk. Kijk, dit is hem. Het is allemaal donkerder. Dus stel mijn camera best wel slecht scherp. Het is bijna niet te zien. Maar het is dus zo'n cute. Ja, dat vind ik leuk. Kijk. Gaat met de middelvinger. Heel leuk ringetje. Ik laat hem nog heel even af. Omdat ik nog een plan ben om leuke stories mee te maken. En bijna pas ga ik alles dragen. Heb ik hier ook een horloge. Ik draag natuurlijk nu echt elke dag mijn Apple Watch. Maar deze kon ik gewoon niet laten liggen. Omdat er dus groen in het blokje zit. En mijn lievelingskleur is echt groen. En ik vond deze echt heel cool. Wel handig ook voor jullie om gelijk te laten zien. Als je wel nog op zoek bent naar een leuk horloge. Deze is echt top. Helemaal niet duur. Hij was volgens mij maar €30. En hij is echt heel mooi. Hij is scherp volgens mij. Maar het is een groen klokje met gouden bandje. Heel mooi. Hij is ook verstelbaar eventueel. Ik vind hem echt super mooi. Heel nice is hij. Daar ben ik ook ontzettend blij mee. Nieuw horloge. Heb ik hier nog iets in zitten, denk ik. Ik weet niet of het is gewoon een bakje. Het is gewoon een bakje, denk ik. Ja, het is gewoon een bakje. Sieradenbakje. Geen idee wat ik daarmee kan zo los. Maar wel chill. Net had ik ook zo'n zakje erbij had gekregen. Maar op zich wel chill om je items in te bewaren. En ook wel leuk voor een story trouwens. Dat ik het hier uitpak natuurlijk. Dus wel leuk bedacht. En dan als het laatst van hun heb ik dus nog een tasje ontvangen. Daar gaan we. En dit is dit is helemaal mijn kleur. En het staat op Bijou Brigitte of course. Hun logo. En super leuk hengsel. Ik vind het echt leuk om hem zo te houden. Maar er zit binnen ook een strap. Dit is de strap. En die kan je dus super leuk zo hier voor je. Zo voor je dragen. Dus dat vind ik echt heel mooi. Hier ben ik echt ontzettend blij mee. Er zit ook nog een ritje aan de binnenkant. Best wel groot vak. Volgens mij zilveren details. Volgens mij wel. Volgens mij zilveren details. Normaal heb ik meer voorkeur voor gouden details. Maar ik ben er echt ontzettend blij mee. Dus ik bewaar nog heel klein doosje. Tot ik dus de stories voor Instagram ermee ga maken. Heel blij mee. Dit was dus wat ik vandaar heb. Dit ga ik straks even lekker allemaal weggooien. Oh, trouwens, ik heb nog van die elastiekjes besteld. Gewoon van die voorzichtige kleine mini-elastiekjes. Omdat ik de laatste tijd weer probeer te vlechten bij mezelf. Van die kleine vlechtjes. En daar zijn die mini-doorschijnende elastiekjes top. En die verkocht ze ook. Ik denk, nou, dat komt heel mooi uit. Dan kiezen we die natuurlijk ook. Heb ik hier nog een superleuk pakketje van Vinted. En nog een heel groot pakket van Kids Brand Store. Ik ga beginnen met Vinted even snel. Ik shop eigenlijk niet op Vinted. Ik heb ook altijd de verkeerde koop. Dus laatst heb ik ook een boek besteld daar. Een pantenbroek van Lofies. Nou, helemaal blij mee. Kwam hij ten eerste kapot binnen. En dan was hem veel te klein. Oké, dat hij te klein was mij niet uit. Want daar kan zij niks aan doen. Maar dat hij kapot was. Ja, dus ik had hem teruggestuurd naar... Krijg ik nog een beetje terug met de post. Omdat ze me niet opgehaald bij het postpunt of zo, waar die er geleverd was. Dus nu zit ik nog steeds met die broek en heeft zij haar geld terug. En dan denk ik heb een kapotte broek. En ik weet nu niet wat ik ermee moet. Kijk, alleen het lusje stuk. Dus ik kan hem laten maken. Maar ik bedoel, ik ga niet een broek laten maken die ik niet eens pas, snap je? Wat moet ik ermee? Want hij is wel echt mooi. Maar broeken... Ja, dat is een mooie pantbroek die hier best wel in is. Met zo'n splitje, maar ja... Oké, wat ik dus bij hun... Wat ik dus dit keer besteld is een Gymshark legging. Ik weet laatst veel meer te sporten. Deze week echt de hele week al niet gesport. Super slecht. Maar ik denk dat ik het ticket weer even ga. Deze. Het is dus weer zo'n zo'n dierenprint legging. Echt wel een raar idee hè, dat iemand alles hier in heeft gezweet. Gymshark. En ik hoop dus niet dat hij doorschijnt. Want het is natuurlijk wel lichtgrijs. Maar ik heb dus meer van deze collectie. Van dierenprint. Kijk, die andere van Gymshark vind ik altijd een beetje te erg doorschijnlijk. Een beetje camel toe en zo. Maar deze... collectie. Super chill. Dus ik vraag me af of deze lichte kleur dat ook is. Maar ik vind hem echt heel mooi. Dus ik breng hier een aanbeeld in beeld hoe die staat. Ik heb altijd maat S. Er hangt echt zo'n
rare geur aan. Gewoon een beetje zo heel erg gewassen of zo. Ik weet niet, heel vreemd geurtje. Oh, dit is wel heel lief. Dankjewel, Melanie. Oh, jij bedankt voor je mooie legging. Love it. Dat maakt het toch leuk als iemand even een briefje uitbijt. Ook al kennen we elkaar niet. Ik heb wel heel goed contact met haar gehad. Dus dat is altijd wel leuk. Dan gaan we door naar Kids Friends Tour. Helemaal blij. Heb ik ook een samenwerking mee. Al een tijdje. En ik ben zo blij met hun samenwerking. Ik vind hun kleding gewoon echt leuk. Het is natuurlijk eigenlijk officieel voor kinderen. Waardoor het goedkoper is. Maar als je gewoon een grote kindermaat neemt. Dan pas je het gewoon met SM. Soms wel met L. Want shirtjes vallen vet oversized. En hoodies of zo ook. Niet alles natuurlijk. Je moet gewoon heel erg bij de maatadvies kijken. Maar dan heb je gewoon kleding ook al goedkoper en zo. En ze hebben echt hele leuke dingen. Ook jassen, winterjassen, hoodies, trainingsbroeken, van alles. Ik heb ook een kortingscode voor jullie. 20% korting bij Kids Brand Store. Melanie-ST20. Kom nu in beeld. 20% korting. Neem het zeker een kijkje. En shop met mijn kortingscode. Ik ben in ieder geval heel erg tevreden. En ik ga jullie mijn aankopen van deze keer... Van deze keer. Okay. Weer gezellig laten zien. Want ik ben excited. Helemaal leuk. Als eerst heb ik hier een muts van Calvin Klein. Hier ben ik wel een beetje bang voor. Want dit is natuurlijk wel gewoon voor kinderen mutsen. Dus is het dan niet klein? Dat het zeg maar alleen op een kinderhoofd past? Dat weten we niet. Want kijk hoe klein. Oké, zal ik het opdoen? Hij is wel mooi. Het is een beetje zo'n ecru kleur. Met zo'nzelfde kleur sjaal. Ik heb zelf niet echt mijn mutshoofd. Ik zelf. Ook omdat ik zo kort haar heb of zo. Maar op zich, qua grootte kan het wel. Zeg maar qua maat. Maar staat het me? Je moet het denk ik even zien met een leuk jas met een sjaal. Ik ben er in ieder geval al blij mee. Er staat CK op. Wel fijn. Als ik zo doe, gaat het ook niet af of zo. Hij is wel leuk. Ik heb gewoon niet echt een mutshoofd. Het maakt wel altijd zo'n beetje plat hoofd te hebben of zo. Ik weet niet. Maar ik vind hem wel leuk. Mooie kleur. Dus hier ben ik wel blij mee. Ik was bang dat hij heel klein zou vallen. Dat hij ineens in mijn hoofd past. Want kijk, als je hem zo ziet, dan denk je ook dat hij echt heel klein is. Natuurlijk, hij is wel klein dan een normale grote mensenmuts. Mijn staartje in. En dan gaan we door. Even kijken. Dan heb ik hier nog een shirtje ontvangen. En van dit merk heb ik echt al heel veel shirtjes. Ja, van dit merk heb ik echt al heel veel shirts. En überhaupt heel veel kleding. Ik heb hier een grijze trui van een zwarte. Maar zwarte trui heeft Simon nog steeds trouwens. Van toen we naar Italië gingen vorig jaar. Ik heb een wit t-shirt. Een zwarte. Ik heb een zwarte trui. Gewoon zonder capuchon. Dus een met capuchon. Heel veel kleding. Een trainingsbroek. En nu ook een groen shirt van Lila Scott. Ik vind het gewoon... T-shirts vind ik heel fijn voor het sporten. Zeg maar, als je zeg maar zo'n beetje zo'n onderbuik hebt. Zo'n strakke sportlink. En dan lees je een beetje oversized eroverheen. Helemaal chill. En deze kleur is gewoon fantastisch. Plus, dit vind ik ook leuk met een giletje. Deze kleur is heel mooi. En dan zie je het logo niet per se. En dan heb je wel gewoon een leuk shirt. Dus hier ben ik ook heel blij mee. Dus hier ga ik ook eventjes aanbeelden van in beeld brengen. Maar hier heb ik dus de maat 14-15 van. Ik haal ook wel eens 15-16. Maar die vallen weer heel erg oversized. Dus deze zit misschien wel weer iets strakker. Vind ik wel nice. Maar achteraf toch misschien kan ik wel beter oversized. Voor het sporten en zo. Dus dit is wel iets fijner. Maar hier komen nu de aanbeelden van in beeld. Dan als last but not least, een nieuwe winterjas. Of gewoon een nieuwe visjasje. Gewoon een nieuw jasje. Van Parajumper. Ik heb hier eerder een jas van Parajumper besteld. Die was lichtgrijs, maar die was me toch wat klein. Vooral bij de boobies, want het is een voor kinderen. En daar houden ze misschien niet echt rekening mee. En die heb ik uiteindelijk nog verkocht volgens mij via Vinted. Maar ik heb een nieuwe. Ik ben heel erg benieuwd. En hier zit ook een capuchon aan. Dan hadden we dat die vorige ook niet. En deze kleur is echt zo mooi. Oké, daar is hij. Dit is de jas. Kijk, hier heb je dus Parajumper, een logootje, je hebt de kaartjes. En je hebt dus zelf een hoortje erbij. Dat is super leuk. Ik heb hier de maat L van. L staat vaak een beetje gelijk als een XS, denk ik. En ik hang al een beetje tussen een S en een M, dus het is altijd een beetje spannend. Maar echt die kleur. Ik weet niet of die kleur goed overeenkomt op beeld. Maar het is een beetje groenig. Misschien als ik een zaklapje erbij hou. Ik vind de kleur echt nice. Ik ga het aandoen. En dat moeten we maar weer open dragen. Als hij niet dicht kan.
Oké, okay. Kijk. Dit is dus de jas als hij dicht is. Hij zit wel echt strak als hij dicht zit. Maar, verder zit hij wel gewoon heel goed. Hij zit niet per se te strak. Het kan wel gewoon echt. Maar ik bedoel, een trui eronder gaat niet meer. Maar hij zit wel strak. Maar hij is wel heel, heel mooi. Ik vind het echt een mooi jasje. En deze jassen zijn sowieso altijd wel strak. Want altijd bij vrouwen, als ik het zie, zit hij altijd heel mooi getailleerd. Dus ik weet niet of jullie... Ik heb er niet de perfecte hoek bij. Ik zou het lekker bij een spijkerbroekje doen. Hij zit dus wel strak, maar het is niet dat ik het niet kan dragen. En ik zit toch vaak in de auto, dus vaak is hij ook weer open. Wat vinden we ervan, jongens? Zelfs parajumperjassen dus, winterjassen, alles. Kun je shoppen met 20% korting daar. Hou er gewoon rekening bij als je dus wat groter dan ik ben of meer boobies, dat deze wel gewoon te strak gaat zijn. Maar andere jassen bijvoorbeeld kan je wel weer gewoon passen. En heb je vaak ook misschien nog een XL van en ben je wat kleiner dan ik of ben je überhaupt nog onder de 16 of zo, dan kan je het sowieso nog helemaal goed dragen. Ik vind hem mooi. Wat vinden jullie ervan? Let me know. Ik heb de legging aan. Wat vinden we ervan, jongens? Ik vind hem op zich wel goed zitten. Hij schijnt wel een klein beetje door. Volgens mij is het nu donker, dus je ziet het niet zo goed. Maar hij zit gewoon goed. Hij zit gewoon net zo maar uit als je andere. Ik heb nu ook een donkerpaarse onderbroek aan. Dus een donkerdere. Maar ik denk als ik gewoon een witte onder heb of een lichtroze of zo, dat je het al niet ziet. Maar de kleur is echt mooi. Ik ben er echt blij mee. Mooie legging. En dit shirtje had inderdaad wel eentje groter gekund. Het was net een beetje oversized. Maar het is gewoon echt een heel leuk shirtje. Ook gewoon voor overdag. Leuk simpel. Heerlijk. Nou, ik heb even mijn bleek een beetje erin. Het ziet er niet uit. Ik ga een nachtcrempje opdoen. Ga ik slapen. Ik kom morgen even naar Amsterdam om inkopen te doen voor mijn webshop. Of in ieder geval inspiratie op te doen. Ik heb natuurlijk allemaal nieuwe items nu. Maar gewoon, ik vind het altijd leuk om te kijken. En ik ga morgen toch naar Rommel. Dus op zich, ja, Amsterdam ligt niet. Ja, wel een beetje op de route, wel een beetje om natuurlijk. Maar ik kan wel gewoon over Amsterdam. Dus dat is ook niet heel ver of zo. Het ziet er niet uit. En zo heb ik een nieuwe sieraden nodig. En gewoon een beetje inspiratie op mijn rust. Wel zin in. Dus ik ga een beetje op tijd slapen. Of in ieder geval. Oh, ik vind het echt lelijk, die dingen. In ieder geval, ik ga proberen op tijd te slapen. Ik zie er niet uit. Maar, ik ga eens lekker op tijd slapen. Dat denk ik. Maar ik ga, ja, worden we toch niet. Het is 9 uur. Ik moet zo nog even 2 video's editen. Dan ga ik lekker slapen. Ik hoop in ieder geval dat je deze video leuk vond. Vond je het leuk? Dan duimpje omhoog. En dan hoop ik dat jullie morgen zien we de volgende dag nog. Lekker slapen.